Het waterspeeltoestel dat is geschonken door de firma Verstegen. De vrijwilligers die hebben het helemaal in elkaar gezet en vervolgens ook weer geplaatst hier. Door firma Koenen, die heeft het grondwerk verzorgd en Wim Zondag heeft de hal hier aan de overkant ter beschikking gesteld, zodat het apparaat in elkaar gezet kon worden. Nou, vandaag is de muzikale ondersteuning door de hippe gasten. Daarvoor zijn jullie natuurlijk allemaal gekomen. Die gaan dadelijk een knetterend stuk muziek weggeven. Ik heb net al een beetje gehoord. Dus dat wordt heel vet. Nou, de speeltuin die wordt ieder jaar een beetje groter. We zijn nog een sparen voor een hele mooie glijbaan. Dus mochten er nog ondernemers zijn die denken, ja, ik wil wat doen voor de gemeenschap in Herp. En dat park vinden wij belangrijk. Nou, dan kunnen ze zich bij mij melden. Ik wens jullie allemaal een hele mooie middag toe. En ik wil Carlijn vragen om met mij naar het speeltoestel te lopen, zodat zij het officieel kan openen. Niet vechten, opbeurten. Maar je ziet wel, het is een mooie waterfontein. Je kunt hier het water rondpompen, dat hij weer naar boven gaat. Hij gaat naar links en naar rechts. Het is een beetje duurzaam. Ook hufterproef, hopen wij. Maar goed, wij zijn er samen als erg verantwoordelijk voor, dus dat zal wel goed komen. En als je het liedje kent, mag je meezingen! Van de wereld om mij heen, van al die verre landen, ken ik er nog niet één. Maar één ding weet ik wel, en dat leer jij niet op school. Eén ding weet ik zeker, Tony is mijn idool. Tony van tegenover nummer 8 naast Tom Kees. Was getrouwd met de koning, die was alleen maar, op haar centen uit. Mooi dat dansje! De ochtend van mijn spreekbuurt, wie is mijn idool? Ligt Tony zo, als hij stand wil. Oh,
van die vliegensvlugge ogen. Ze kent geen gevaar, ze lacht met kuiltjes. De wereld in haar zak, met haar malle mannen schoenen. Springt ze zomaar op het dak. Aha. Achterstevoren op haar paard bestrijdt ze boze rovers met hun ballonnen zwaard. Bovenop de boef roept ze: hey, wat moet je nou? Ik ben de sterkste van de wereld. Er komt een aapje uit haar mouw. Oké, Molenpark, echt. Als wij roepen heen, wil ik meteen van jullie een snoeiharde heen terug. Kom hier. Zou doen, een scheutje zonder schijn en het dorp wordt weer groen. Pluk die dag vol goede moed. Hey, en mocht je wat humeurig zijn, alles komt weer goed. Jongens, zijn jullie klaar voor die hey? Even kijken, grote mensen, zijn jullie klaar voor die hey? Eerst wij en jullie, kom hier, groei ook hè. Met zijn basgitaar, maar hij vindt het eng. Dus wij gaan dadelijk met de rocker van de band, Daan, uit Eindhoven, gaan met Billy naar voren zingen. En jullie gaan op je knieën zo zitten en hier gaat het gebeuren. Dus een beetje zo door je knieën gaan. En dan ga je hier naartoe wijzen, want hier komt Billy. Maar jongens, oude kinderen doen mee, dat mag ook super. Hier gaat het gebeuren. Ja, fijn, dat zijn niet alleen. Hè? Hier komt hij dadelijk staan. Billy met zijn basgitaar. Oké, we zingen het volgende met Daan mee. Luister maar eens goed. Kom Billy, kom nou. Kom Billy, kom nou. Die zingt gewoon mee. Kom Billy, kom nou. 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 Come on, do it now. Do it now.
na drie tellen heen. 1, 2, 3, hey! Daar ben je! Kom je aan, hè? Na drie tellen. Jullie weten wat je moet doen, als ik zing, kom, kom maar bij, hè? Dan komt die snoeiharde hee naar die grote mensen ook. Kom, kom maar bij, hey! Hij gaat het touwtje aan de duim. Als ik er hard aan trek, dan gaat hij voor je open. Kom, kom maar bij, hey! Met ook en dert geen sluitingsijs. Rechts af, schuif aan, kom op. Ik zal maar voor je open. Een beetje als een rapper staan, hè? Hoe staan die rappers, Stijn? Zo, die hand hier toch? Kom op! Voel je rapper, hè? Dat zit hier. Ik ben een titel, die flip Virginia, ole. Big in fire, van super strakke lief. Deur in met z'n verdun, chicken bun. Dat is alles wat ik heb, een enorme kop. Zonnebril van Gucci, springen! Oh,
Oh, wacht even, wacht